om het wegtrekkend kader in de zorgsector tegen te gaan, liet minister Amara Madin van Volksgezondheid gisteren weten in de Nationale Assemblée. De bewindsman zegt dat er over de hele linie zorgmedewerkers vertrekken naar de Nederlands sprekende eilanden in het Caribisch gebied, Nederland en België. Echter vertrekken het meest gespecialiseerde uit de sector en de regering kijkt niet met ledenogen naar deze ontwikkeling, meent Ramadin. De regering heeft 4 uitgangspunten om dit fenomeen tegen te gaan. We zijn overeengekomen na goed gesprek te hebben met eerst de directies van overheidsziekenhuizen, daarna de ziekenhuisraad en de vakbonden, dat wij financiële incentives wensen te geven als voorloper op een definitieve zorgloonreeks, dus een sectorbrede CAO, om de mensen te behouden, zoveel als mogelijk dan wel, mensen ook te werven. Dat heet in de tussentijd, heeft het bekende naam van brain drain toelage gehad. Het is feitelijk een overbrugging en werving en behoudstoelage. Deze toelage wordt sedert april 2023 uitgekeerd aan ruim 5.500 zorgwerkers in het hele land. We praten dan over 9 ziekenhuizen en 6 subsidieontvangende instellingen. De bewindsman gaf verder aan dat er samen met de medische directeuren van de ziekenhuizen onderzoek wordt gedaan naar de werkelijke en reële behoeften van alle zorgfuncties met de achtneming van het bevorderen van de samenwerking en clusteren van diensten in de ziekenhuizen. Ramadin zegt verder dat het proces is ingezet voor het opvangen van de acute tekorten binnen de verschillende afdelingen. Bij de intensive care met name, de NICU, de dialyse, de operatiekamer, daar zitten de grote tekorten. Daar zetten we ook in om te kijken wat de mogelijkheden zijn om buitenlandse zorgwerkers om die acute tekorten op te vangen. Zo zijn we bezig met de Filipijnen en Cuba, waar er nu al een aantal functies zijn ingevuld. Let wel, er zit het kostenplaatje hieraan, is wel heel hoog. Maar we moeten die noden opvangen, dus we zetten ook daarop in. Ook de ziekenhuizen zijn allemaal afzonderlijk bezig om te kijken via wervingsbureaus hoe dat proces in gang gezet kan worden. Verder, belangrijk voorzitter, is dat wij als overheid en als ministerie van Volksgezondheid vooral veel willen investeren in opleidingen, crashcourses met behoud van kwaliteit. Want die efflux, dus de trek zal continu blijven bestaan. Niet alleen Suriname is onderhevig aan deze ontwikkeling. Er zijn rapporten beschikbaar, regionaal en in de wereld, over de migratie van gezondheidswerkers. Het is een zeer interessante groep voor met name de rijke landen. En we zullen deze trek niet kunnen beïnvloeden door alleen in het land factoren aan te pakken en aspecten aan te pakken. Minister Ramadin zegt dat het wegtrekken afhankelijk is van zowel pushfactoren als spoelfactoren. De regering probeert zoveel mogelijk zorgmedewerkers te behouden. De focus is niet alleen om een behoudstoelage toe te kennen aan de doelgroep. Er wordt verder gedacht aan opleidingsmogelijkheden of het toekennen van een kavel of andere fiscale mogelijkheden.